gepest op school, omdat ik Mark Groetsmorgens de dingen van Paul van Ostaaien rats van buiten kende. Het enige verschil tussen mij en een gek is dat ik niet gek ben. Wat mij in de ogen van mijn psychiater dan weer verdacht maakt. Ik ben gewoon van naar begrafenissen te gaan, ja. Is dat zo ongewoon misschien? Hop, 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 Pferdken lauf galop, über Stock und über Steine, aber brecht die nicht die Beine. Hop, 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 Pferdken lauf galop. Ik laat op mijn kop een gedicht tatoeëren. Bah, zo te zeggen, poëzie. Mark goed 's morgens de dingen. Daar vind je met de fiets op de vaas met de bloem, bloem, bloem. Boem, boem! Ik had mijn moeder wijsgemaakt dat LOL een afkorting is voor Lots of Love. Een week later stuurt ze mijn sms. Papa is dood. LOL. Ik voel een diepe verwantschap met Harley Davidson. Ook aan mij kunt ge blijven prutsen. En ook ik ga voor geen meter vooruit. Geluk zit in een klein hoekje, zegt men. Wel, ik heb in dat kleine hoekje gezocht. Ik heb het niet gevonden.